Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Boxing Influencers. Vandaag ben ik in Rotterdam en ga ik de mening van de mens vragen. Wie denken zij dat 31 oktober met de winst vandoor gaat? Ik ben benieuwd. Wie de eerste partij is, Sonny tegen Boer Ayoub. Wie denken jullie dat gaat winnen? Wij denken Sonny. Ja, het zou wel Sonny kunnen zijn, maar hij heeft altijd wel een grote bek. Dus je weet het eigenlijk nooit zeker. Maar ja, Sonny zou goed kunnen. Hij gaat er sowieso vol voor, denk ik. En ik zou toch Sonny zeggen dan. Maar Boer Ayoub ziet er ook natuurlijk al getraind uit. Dus die zal ook wel. Het wordt een pittig partijtje, denk ik. Heb ik hier Sander en Danny, bekend van Ex on the Beach. Ja, wie denk je dat hier gaat winnen? Sander is wel heel agressief, vind ik altijd. Ja, en Danny heeft ook zo'n manke been, toch? Dus dan misschien, ik denk dan ook Sander. Ja, ik denk ook Sander. Ja. Is het echt puur om zijn manke been of omdat jullie hem ook zo hebben gezien bij Ex on the Beach? Bij Ex on the Beach was wel heel agressief. Ja, dus ik denk dan, heel snel boos. Ja, dat denk ik Sander, ja. Misschien kan Danny juist wel een beetje zijn hoofd koel houden in de ring en dan een betere partij neerzetten. Ja, dat is ook waar. Ja, ja, ik weet het niet, maar ik denk. Ik vind het lastig. Ja, ik denk wel Sander. Toch Sander? Ja. Ik heb hier de partij van Tajula en Tumi. Wie denken jullie dat er gaat winnen? Ik denk Tajula. Omdat? Omdat hij die andere mensen aan het oplichten is. Die moet even een paar stoten krijgen. Oké, en wat denk jij? Ik denk ook eerlijk gezegd Tajula. Ja, denk ik ook, ja. Omdat hij ook sterker eruit ziet? Kijk, hij is gewoon een stijf jongen, dat zie je. Gewoon een tata volgens mij. En hij heeft een beetje die allochtone bloed, dus hij moet even rammen, denk ik dan. Gaat hij hem knock-out slaan? Dat weet ik niet. Misschien op punten, maar ik denk wel dat Tajula gaat beter zijn best doen, denk ik. Tajula pakt hem. Ja, denk ik ook. Denk. Dan heb ik hier Sander en Danny. Wie gaat er met de winst vandoor? Ja, kijk, van Sander weet ik dat hij heel veel in de gym zit. Hij sport veel en hij is op zich niet best wel sterk. Alleen ja, als je dan weer kijkt naar, naar Danny, weet je, hij is wel groot. Dus, maar ik denk dan wel dat het meer op het sterkst uitkomt en dan denk dat Sander gaat winnen. Gewoon puur, Danny heeft ook zijn nadeel met zijn been, misschien gaat hij uit evenwicht raken, je weet het niet. Houten, ja, ja zeker, het is wel, ik heb respect voor hem dat hij het ook gewoon doet, zeker omdat hij natuurlijk al een achterstand heeft met zijn been. Dan heb ik wel respect voor dat hij het doet. Dan hebben we nog Sydney tegen Henny en Henny komt uit België, hij is een fitnessmodel. Ik denk Sydney man. Waarom? Ik weet niet, hij is ook, ja, hij lijkt gewoon iemand die sterker is, gewoon meer, weet ik wel, motivatie, ik kan gewoon, ja, hij wint denk ik. Oké, en stel Jamie en Sydney moeten dan tegen elkaar, wie gaat het dan winnen? Sydney. Wie denk jij? Ik denk ook wel Sydney. Wie denk jij? Maar ik moet even zien hoe ze eruit zien. Ja, ik denk dat hij gaat winnen, man. Waarom? Hij is lelijk. Meestal sterk, dan ben je meestal. Oké. Sydney is lelijk, juist. Oh. Zijn blonde. Ik hoop dat hij mij niet komt opzoeken. Dat hoop ik ook niet. Zo, want, ik ben ook een beetje lelijk. Dus jij bent ook sterk? Dat was het dan, de mening van de mensen uit Rotterdam. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, subscriben. Vertel het dan aan je vrienden en vooral niet te kijken op 31 oktober op Spike.